Wauw, dat was heel mooi. Wat was dat mooi. Schitterend. Je hebt ons getrakteerd op twee verschillende voorstellingen. Hoe noem je dat zelf? Voorstelling? Show? Ja, voorstelling. Ja. Stel je eens voor. Ja, stel je eens voor. Wat was dat mooi, hè, mensen? Wat was dat mooi. Hey, ik wil je even kort een paar momentjes wat vragen. Hoe is dit nou ontstaan? Je doet dit zo prachtig mooi. We zitten ademloos te kijken. Hoe begint zoiets? Het begint met een rijke fantasie. Het is ik denk ook een gave die God me heeft gegeven om beelden. Ik zeg het altijd zo, ik krijg echt plaatjes vanuit de hemel. Hij geeft mij beelden en die vertaal ik dan in het zand. En die beelden waren natuurlijk er al toen ik heel jong was. Ik tekende heel veel, graag. Yeah. Ben opgegroeid in de omgeving van Katwijk aan Zee. Dus ik was ook veel op het strand en dan zat ik met een schelp een beetje aan de vloedlijn te tekenen. Dus die fantasie die kreeg ook de kans om zich te ontwikkelen al jong. Ja, al heel jong. In 2006 zag ik een zandkunstenaar aan het werk. Ik was in Amerika. Daar was een kunstbeurs van nieuwe kunstvormen gerelateerd aan het kerkleven. Dus het was echt ook een studie voor mij. En daar zag ik een zandkunstenaar en ik was verkocht. En ik hoorde het kind in mij roepen, ik wil ook! Ja, ja, ja. Heel mooi. En ik denk, nou ja. Hey, je reist de hele wereld rond hiermee. Je bent pas geweest in Zuid-Amerika. Mexico, wat zei je? Costa Rica. Mexico en Berlijn onlangs nog. Toen zat ik tussen de voetbalspelers. Ah. Duitsland tegen Mexico, dus dat was heel erg leuk. Oh, ja, ja. Hey, en jij hebt ook voor hoog geplaatst opgetreden, pas dus. De koning en de koningin. Daar zijn we natuurlijk nieuwsgierig naar. Hoe ging dat? Nou ja, dat was tijdens de opening van de Sluiskiltunnel. Dat is de verbinding in Zeeland tussen Zeeland en België. En die wordt normaal geopend als een openingshandeling door de koning en koningin. Dan moet je gelijk denken aan een lintje. En ik dacht gelijk aan een zandbak. Ja. Dus toen mij gevraagd werd om het samen met de koning en koningin te doen, te openen, dacht ik, wat kan het leuk zijn als zij in het zand gaan tekenen. Dus ik had een soort storyboard getekend, opgestuurd. Maar dat was natuurlijk veel te moeilijk. En dan gaat er weer zo'n bewakingsdienst over en die gaan moeilijk doen. Dus het werd wat eenvoudiger, maar ze hebben het zo mooi gedaan. Want ze maakten echt samen met de wijsvinger, alle twee tegelijk, de verbindingslijn tussen A en B, dus tussen Zeeland en België. En ze deden dat prachtig. Mooi. En dat is natuurlijk heel leuk. Dus ik kan eigenlijk zeggen, ik heb met de koning en koningin in de zandbak gespeeld. Nou, dat is heel bijzonder. We kunnen niet veel mensen herhalen, denk ik. Gaaf. Hey, en je hebt gespeeld voor grotere stadions. Marco Borsato, avond na avond. Dat is heel bijzonder. En toch was er een heel ander moment wat jij noemt als een van je meest speciale momenten. Kan je daar iets over vertellen? Ja. En daar was ik zelf niet eens bij. En dat is het mooie effect van de programma's die ik de afgelopen 10-11 jaar heb gemaakt. En dit was zo mooi omdat ik was ergens een zorgkundige die kwam naar mij toe. Een zorgkundige, zij kende mij en ze zei, ik wil jou iets heel bijzonders vertellen. Wat eigenlijk te gek voor woorden is. Zij werkte in een verzorgingshuis en ze werkte eigenlijk met kinderen met een gedragsstoornis, een autistische achtergrond. En er was één meisje die had nog nooit gesproken. Ze was 8 jaar, nog geen woord gezegd, never. Dan alleen klanken, maar ze wisten wel dat ze kon spreken, maar ze deed het niet. Totdat ze uiteindelijk een uitzending zag van Paas met de Zandtovenaar. En de woorden die ze daarna uitsprak was, ik wil Jezus. Wauw. De dus allereerste woorden. Dat waren haar ongelooflijk bijzonder. Ja. Ja, en daar kan geen optreden met de koning en koningin of Marco Borsato tegenop. Nee, dit is zo bijzonder, omdat God op dat moment werkte. Ja. En nou ja. Kijk, je zit natuurlijk, het is een prachtige boodschap in je voorstelling. God leren kennen, hoe is dat bij jou gegaan? Nou, ik heb gelukkig een christelijke opvoeding genoten. Dat betekende dat ik naar de kerk ging en belijdenis heb gedaan. En het eigenlijk op zich wat daar ook bij hoort. En fantastisch natuurlijk. De Bijbelverhalen waren mij bekend. Ik ging naar een christelijke school. Maar ik kende Jezus niet persoonlijk. Het was van afstand, van horen zeggen.
En het moment dat ik in aanraking kwam met een evangelisatieteam, met jongeren, die op een camping in de omgeving waar ik woonde een programma verzorgde, een christelijk programma, ging voor mij een wereld open. Niet alleen in creativiteit, maar ook, kan dat? Een persoonlijke relatie met Jezus? Ik had ervan gehoord, maar ik had het nog niet gedaan. Ik had het mij nog niet toegeëigend. En daar is het eigenlijk begonnen. Ik was jaren 15 toen ik mijn hart aan Jezus gaf. Mm. En dat is de mooiste stap in mijn leven die ik heb gezet. Prachtig. Er zijn natuurlijk veel mensen die wel van God gehoord hebben en zo. Zeker. Wat zou je willen zeggen tegen mensen die wel van God gehoord hebben, dat persoonlijke niet ervaren? Wat zou, als laatste vraag, terwijl het worshipteam opkomt, wat zou je willen zeggen tegen die mensen? Want jij kent dat. Ja. Nou weet je, als je iets heel graag wil, dan zet je alles opzij om dat doel te halen. Nou, ik wilde die God wel eens leren kennen. Want ik dacht, als die God zoveel doet bij mensen, maar waarom ervaar ik dat zelf dan niet? Ik zag dat die onder de jongeren met het team waar ik mee optrok, dat het realiteit was. En die zeiden, ja, maar je moet hem zelf ook echt zoeken. Ernstig zoeken. Neem hem serieus. Mm. Want in de Bijbel staat ook, als je mij ernstig zoekt, dan zal ik mij laten vinden. Ja. God zegt zelfs in de psalmen, ik neig mijn oor tot je. Dus ik kom heel dichtbij als je mij aanroept. En ik heb dat ervaren. En het was heel eenvoudig. Ik ben op de knieën gegaan. Ik heb gevraagd, Jezus, als u werkelijk leeft, wilt u uzelf dan aan mij bekendmaken? Ja. Dat die leegte in mijn hart, die zoektocht, gevuld mag worden door u. En dat is echt gebeurd. En dat neemt niet weg dat een leven met Jezus niet over hobbels gaat. Het is niet voor niks, Psalm 23, zo prachtig. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis. U bent erbij. En God is nou eenmaal een God die heeft het voorgedaan dat hij niet om het lijden heen ging om ons te bereiken. Hij ging dwars door de dood heen omdat hij onze roep hoorde terwijl wij aan het zoeken waren en zondig waren en in het duister waren. En wat ik zo mooi vind, God is een God van lijden, maar hij is ook dichtbij. Daarom komt er nog iets voor. Hij is een God van medelijden. Hij is bewogen met ons lijden, want hij weet wat we soms doorstaan moeten. En ook in mijn eigen familie gebeuren dingen. Ik snap het niet. En toch weet ik, hij is dichtbij. En hij zal ons nabij zijn. Hij hoort ons roepen. Ja. Hij troost. Ja. En hij wil met ons verdriet verbonden zijn. Ja. Dat is het verschil tussen alle andere religies. Daar moeten we ons best doen om bij God te komen. Mm. Maar hij heeft zijn best gedaan om bij ons te komen. Ja. En daarom wordt religie relatie. Ja. Dankjewel. Amen. Ik wil met je het woord een beetje openen. Kort een paar gedachtes. En ik was zo geïnspireerd. En zo dankbaar dat we hier Gert in ons midden hebben. En ja, dat raakt een snaar. Hè? Dat gaat naar binnen. De schoonheid van Gods schepping, Gods liefde. En de geborgenheid en de veiligheid die God je wil geven. Zo ontzettend mooi. En voordat ik het woord verder open, wil ik ook even stilstaan. Vandaag is ook een bijzondere dag voor Nederland en ook voor ons als kerk. Het is de dag waar we de afschaffing van de slavernij gedenken vandaag, zoveel jaar geleden, eindelijk toen de tijd, is de slavernij afgeschaft. En voor ons allemaal als kerk is dat een belangrijk ding om bij stil te staan. En wij Nederlanders, wij hebben geen mooie geschiedenis daar, absoluut geen mooie geschiedenis. En vergeving en verantwoordelijkheid nemen hoort daar echt helemaal bij. Dus ik wil dat gewoon noemen met een bewogen hart. Ik wil met je kijken, terwijl we hebben geen airco, maar we hebben wel water. Dat is de enige manier dat we nog een klein beetje kunnen gemakkelijk maken voor je. En je ziet natuurlijk Gert daar bezig en de kunstenaar. Op de televisie heette die de zandtovenaar, maar hij zegt, ik ben een kunstenaar. Wist je dat er een mooi woord in de Bijbel staat dat God ook jou zijn kunst noemt? Lees even met me mee. Ik heb hem in het Engels opgezocht, omdat hij daar mooier staat in de New Living Translation. En dan staat het zo. For we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus, so we can do the good things he has planned for us long ago.
Jij en ik, we zijn Gods meesterwerk. Gods meesterwerk. En hij heeft ons gemaakt, nieuw gemaakt. Althans, dat is die, dat wil hij graag van binnenuit. Nieuw gemaakt. Ik vond het zo mooi wat je net zei, Gert. Veel religies vertellen hoe wij mensen ons best moeten doen om een beetje dichter bij God te komen. Maar God heeft gezegd, ik ga mijn best doen om dicht bij jou te komen. Als je meer wil weten over wie God is, als je meer wil weten over wat zegt hij dan? Wat zou God tegen mij willen zeggen? Wat zou hij willen doen? Begrijpt hij mij wel? Kijk naar Jezus. God zei, ik kom in een menselijke vorm, in de vorm van de Zoon van God. En als mens, je kon met hem praten, je kon hem aanraken, je kon hem vragen stellen en horen hoe God dacht wie hij werkelijk is. Dus we zijn, als we Jezus aannemen, als we ons leven toevertrouwen aan hem, dan komt er van binnenuit een verandering. Daarom staat er, we worden opnieuw geschapen, opnieuw gevormd in Jezus Christus. Zodat we de goede dingen kunnen doen die hij heeft gepland. Wist je dat God een goed plan met je leven heeft? Wist je dat hij goede dingen heeft gepland voor jou en mij? En ik was 18 op de christelijke studentenvereniging toen ze me het allemaal aan het vertellen waren. En in het begin had ik er helemaal niks mee. Maar op een gegeven moment dacht ik, oké, ik ga bidden. Als God bestaat, dan wil ik het weten. Ik zeg wel eens tegen mensen, als het zo is, als het waar is wat wij geloven. Dat God van jou houdt, dat hij je heeft gemaakt, dat hij een plan met je leven heeft. En dat hij zo graag wil dat je hem persoonlijk leert kennen. Niet uit een boek, niet via de kerk, maar persoonlijk. Als het goed is, is de kerk daar om je daarbij te helpen. Maar het is jouw relatie met God. Als dat allemaal waar is, dan wil je dat toch weten? Dan wil je toch niet aan het eind van je leven misschien, ik weet niet hoe dat werkt, erachter komen. Oh, het was dus echt waar. God heeft al die tijd al geprobeerd om mij te bereiken, om tot me te spreken, om me te helpen, om zichzelf te laten zien aan mij. Dan wil je het weten. En misschien, Gert zei het net, het heeft iets te maken, God vinden heeft iets te maken met hoe serieus wil je het? Hoe serieus wil je het? En er zijn, God wil dat we tegen hem zeggen, ik wil echt u beter leren, ik wil weten wie u bent en hoe het zit. Degene die klopt, die zal worden opengedaan, heeft de Heer beloofd. En soms, misschien sommigen hier zullen aan het eind van deze dienst, we gaan straks gewoon een gebed bidden om je te laten horen hoe dat werkt. Om je leven aan God toe te vertrouwen. En sommigen van ons zitten misschien gewoon op dat punt dat je denkt, ik weet het allemaal niet, maar ik wil meer weten. Zeg dat dan tegen God. God, als u er bent, dan wil ik meer weten. Ja, dan wil ik niet als ik in een bejaardenhuis, hoe lang duurt het nog voor een bejaardenhuis? 50 jaar. Nog 50 jaar, ja. Misschien wel nooit. Niet iedereen hoeft te eindigen in een bejaardenhuis, toch? In ieder geval zijn wij zijn aan het verhuizen. Dat je misschien gehoord. Mathilde zet heel subtiel een koffiezetapparaat op Facebook te koop. Wegens verhuizing. En iedereen is het koffiezetapparaat weer vergeten. Maar denkt, verhuizing? Wat zeg je nou? Dus we gaan woensdag het nieuw huis tekenen. En het oude huis komt in verkoop. Waarschijnlijk deze week. En het was, weet je, dat zijn van die dingen waar je even over na moet denken. God die is bezig. En hij wil zo graag verbinding. Hij wil zo graag dat je hem leert kennen. Nog een mooie tekst. Jesaja 40 vers 49. God geeft de moeder kracht en de machteloze vermeert hij sterkte. God geeft een prachtig plaatje hier. Een vergelijk tussen jou en mij en de arend, de adelaar. Zelfs jonge mannen struikelen, maar wie de Heer verwacht, put een nieuwe kracht. Ze varen op met vleugels als arenden. Ze lopen, maar ze worden niet moe. En ze wandelen, maar ze worden niet mat. God zegt, ik begrijp het leven. Ik zal de laatste zijn die tegen je zegt, neem Jezus aan en al je problemen zijn voorbij. Dat is niet waar, is niet eerlijk, is ook niet bijbels. Wat Gert ook net zo duidelijk vertelde, ook hij maakt dingen mee. We maken allemaal dingen mee in het leven. Teleurstellingen, of misschien ziektes, of je raakt je baan kwijt, of je relatie is niet gegaan zoals je had gehoopt. Of je kinderen maken hele andere keuzes dan jij ooit had in je stoutste dromen niet had kunnen verwachten. Je weet niet, misschien dingen maak je mee op je werk met collega's. En God wil erbij zijn. En hij wil je helpen. En hij zegt, als je mij volgt, dan komt de Heilige Geest in je. En je zal merken dat je op een of andere manier op een hoger niveau gaat leven. Dan alleen maar het zichtbare.
De moeites en de vreugdes, die zijn er gelukkig ook. Maar God wil je helpen om op een hoger niveau te komen. Als een adelaar die zijn vleugels uitstrekt. De Heer zegt het. Jonge mensen worden moe. Maar hij belooft ons. Ik geef je nieuwe kracht. Ze lopen, maar ze worden niet moe. Ze wandelen, worden niet mat. Een van die mooie dingen die God heeft. Als wij zeggen, God heeft een mooie toekomst voor je. Als we dat geloven, dit is een van die teksten waar het zo duidelijk wordt genoemd. God heeft een prachtige toekomst voor je. Hij wil bij je zijn. Hij wil je in de moeites, in de situaties die je niet snapt en die je misschien nooit had verwacht, wil hij bij je zijn en je omhoog tillen. Er is een probleem, er is een gevolg. Door dat probleem zijn er gevolgen gekomen en Gods oplossing. Daar wil ik een paar minuten over nadenken. Er is een probleem. De mensheid heeft een probleem in Gods oog. En het is eigenlijk dit, God maakte de mens om samen met hem te leven. Om te genieten van hem, om gevoed en gekoesterd te worden door hem. Om gevuld te worden en aangesloten te zijn aan de bron van liefde, de bron van vrede en vreugde, de bron van wijsheid. God heeft het leven gemaakt, heeft jou en mij gemaakt, zoals we al zeiden, als een meesterwerk heeft hij jou gemaakt. Toen ze dat tegen mij zeiden, toen ik op zoek was naar het geloof. En die studenten zeiden, Eeltje, je bent een meesterwerk door God gemaakt. Persoonlijk, met liefde door God gemaakt. Dacht ik, nou, ik was niet zo onder de indruk eigenlijk. Maar dan ga je ontdekken hoe God het bedoeld heeft. En dan gaat het spreken tot je. Zo heeft God het bedoeld. Maar de mens heeft gekozen om zijn eigen weg te gaan. Dat is eigenlijk het probleem. De mens heeft gezegd, ik kan het zelf wel. Zonder God. Ik heb God niet nodig. Ik weet het allemaal wel. Ik maak mijn eigen keuzes. En wat er gebeurde is, als je het zo mag zeggen, in menselijke taal, de verbinding werd verbroken met God. Tussen jou en de Heer. En daarom noemde ik net even dat verhuizen. Daar kom ik zo op terug. Wij allemaal, denk ik, is hier nog een vreemdeling die geen mobiel heeft? Wij allemaal hebben een mobieltje, toch? Tegenwoordig. En ik weet niet wat je allemaal zit te doen op je mobiel. Kijk, Mathilde staat een mooie foto. Is een mooie foto, ja. Jaren geleden had ik een mooie foto van de skyline van Den Haag. Dan zitten we naast elkaar op het terrasje. Dan keek ze op mijn telefoon. Waarom sta ik daar niet op? Oké. Ik zet jou er wel op. Dan maar geen skyline. Ik weet niet wat jij allemaal doet. Ik doe er echt heel veel mee. Ik zit te appen, ik zit te mailen, ik zit Facebook te kijken en af en toe wat te posten. Ik zit Instagram te kijken, ik zit Insta Stories nog niet te doen, maar wel te kijken. En ik zit ook op Twitter. Al dat geklets over Twitter is uit, Twitter is in, want ik doe het. Zo werkt dat. Dus doe ik ook nog. Maar ken je dat? Heb je wel eens iemand gezien of jijzelf en je zit lekker te werken of misschien ergens op het terrasje lekker even feest te boeken en te Facebooken. En je verbinding is weg. De verbinding is weg. Misschien weten jullie, wij hebben een klein studiootje op de grens van België, Nederland en Duitsland. Interessant om die verbinding te zien. En dan is ineens de verbinding weg. Heb je dat wel eens gehad? Het leven staat stil. Er gebeurt niks meer. Ik kan niks meer. Ik kan niet meer praten. Ik kan niks. Ik heb geen communicatie meer. Ik heb geen contacten meer. Mijn verbinding is weg. En zou het kunnen zijn dat God ook zoiets zegt tegen jou en mij als we niet leven met hem? En hoeveel verdriet doet dat? Als God zegt, de verbinding, er is geen verbinding. En iets in jou, als je God nog niet kent, iets in jou voelt dat. Er is iets. Die antenne. Die is gemaakt door de Heer. Om verbinding te hebben met zijn liefde. Met zijn goedheid. Met zijn leiding. Met zijn stem. Met zijn bevestiging. Ik hou van je. Je doet het goed. Ga met mij. Ga die weg. Enzovoort. En als de verbinding wordt verbroken. Net als dat mensen gewoon soms compleet in paniek. Ze worden chagrijnig en boos. Worden kwaad op hun vrouw. Alsof zij dat dan kan doen. Nou, niemand lacht. Oké. Kijk niet zo heilig naar me. Als bij jou de verbinding verbreekt, ben je helemaal in de vrede natuurlijk. Ja, ja. Voor de eerste 10 seconden. En dan er gebeurt iets. Ik geloof, ik wil dat je dat plaatje gewoon mee naar huis neemt. God wil zo graag dat de verbinding wordt hersteld. Heb je dan dat moment, dan ineens, bloem, zijn al die puntjes er weer. Ah,
En weer verbinding. Het leven kan weer door. Ik geloof dat God zoiets tegen jou en mij zegt. En dat het hem groot verdriet doet als er geen verbinding is. Hij zendt signalen van zijn liefde, van zijn goedheid, van zijn vreugde en een hoopvolle toekomst en een plan. Een mooi plan met jouw leven. Hij zendt signalen. Maar ja, als de antenne niet werkt, uitgeschakeld is, dan komt het niet over. Zet je verbinding aan. Zoek de provider. En soms heb je misschien wifi. Ken je dat? Van de week hadden wij hier vandaar het verhaaltje over de verhuizing. Dat was hier degene die onze hypotheken doet. En die kwam hier op kantoor om te kijken naar een nieuwe hypotheek. En die zat op wifi. Maar de verbinding was traag. Traag, langzaam. En ze zei, ik had dit op mijn kantoor. We moesten gewoon, we zaten 8 minuten te wachten voor haar berekeningen klaar. Ze zei, dit is gewoon een halve minuut op mijn kantoor. Ik zei, sorry. De verbinding was traag. Misschien zijn er wel mensen hier die voelen, je verbinding met God is traag. Er is wel een beetje verbinding. Je pruttelt je gebed voordat je gaat eten. Heren, zeg dit bij samen. En de verbinding is traag. Het gaat allemaal langzaam. Je ziet mensen die zijn blij met de Heer. God doet dingen voor hun. En jij denkt, ik weet het niet. Het gaat allemaal zo langzaam bij mij. Ken je die over dat gebed? De ouders van Ruben, die hier net stonden, die zijn net terug uit Canada. Vakantie daar. En daar hebben ze beren gezien. Maar er is ook een geintje over beren. Er was een echtpaar. Je weet dat ze hebben dan zo'n pepperspray-ding. Als zo'n beer. Een beer kan gevaarlijk zijn. Dus dan is er een pepperspray, een spuitje in zijn ogen. Ah, maar ja, goed, ja, anders wordt het een lastig verhaal. Maar hier was een christelijk echtpaar. En zij gingen op de wandeling in Canada. En jawel, daar kwam een grote beer op hun af. En ze waren bang en ze dachten, het gaat niet goed. Dus ze gingen bidden. En ze zeiden, Heer, help ons. Die beer gaat ons aanvallen. Laat het een christelijke beer zijn. Dus die beer, die doet zijn poot omhoog. Heer, zegen deze spijzen. Amen. Staat niet in mijn aantekeningen, maar ik dacht, ik gooi hem er even tussendoor. God zoekt zo verbinding met jou en mij. Het probleem is dat de verbinding is verbroken. Omdat we hebben gekozen, ik doe het wel zonder God. Misschien uit onwetendheid. Maar hoe dan ook, God staat klaar om je te helpen de verbinding te herstellen. We gaan domme dingen doen als mens. We hebben een probleem. Dit is het gevolg van het probleem. We gaan domme dingen doen. We worden boos. We gaan oorlogen voeren. We gaan de natuur verpesten. We gaan van alles doen. Vaak gewoon om één reden, macht of een reden geld. Mensen die los zijn van God gaan gekke dingen doen. Een maatschappij, een wereld die los is van God, die gaat gekke dingen doen. Slechte dingen, pijnlijke dingen. We doen elkaar vreselijk veel pijn. Angst, boosheid, eenzaamheid. Zonder visie, zonder doel. Dat was het gevolg. Het probleem is, de mens koos zonder God. Het gevolg is wat je om je heen ziet. De pijn en de ellende en de boosheid, het geweld wat we zien. En dan, dit is wat God doet. Lees even met me mee, 1 Johannes 4, vers 9. In de Nieuwe Bijbelvertaling. En hierin is Gods liefde ons geopenbaard. God heeft laten zien zijn liefde aan jou en mij. Dat God zijn enige zoon in de wereld heeft gezonden, opdat we door hem zouden leven. God wil je leven geven en herstel. Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben lief gehad. Het begon niet bij ons. Niemand kan zeggen, ik begon zo de Heer liefde. Nee, het was andersom. God kwam naar de aarde toe, naar jou en mijn leven toe, ook vandaag. Het begint bij hem, de liefde reikt uit. Zoals we zo mooi zagen aan het einde van de mooie voorstelling van Gert. Die prachtige omarming van liefde. Gods liefde reikt uit. God heeft ons eerst lief gehad. Hij heeft ons lief gehad en zijn zoon gezonden. Die liefde deed wat, was niet alleen een emotie. Die deed wat, hier is mijn zoon Jezus. Kijk naar hem, luister naar hem, stel hem vragen. En je gaat zien wie ik ben. Om verzoening te brengen voor onze zonde, voor alles wat fout is gegaan. God heeft nooit gezegd, eigen schuld, dikke bult, zoek het dan maar uit. In zijn liefde zegt hij dat niet en wil hij dat niet zeggen. Nee, hij reikt uit naar jou en mij. Hij zegt, ik kom naar je toe. Jezus laat weer zien wie God is. En hij laat weer zien wie jij bent in hem. God zegt, ik hou van je. Ik herstel de relatie. God zegt, ik wil dat je mij persoonlijk leert kennen. God zegt, ik heb een goed plan met je leven. En ik ben bezig een plek voor te bereiden.
voor iedereen die mij lief heeft en mij volgt in het hemelse thuis. Je loopt niet zomaar de hemel in. Daar is iets voor nodig en wat daarvoor nodig is, kunnen wij niet geven. Maar Jezus wel. Jezus zei tegen zijn discipelen, zijn volgelingen, ik ga terug naar de Vader en ik ga een plaats voorbereiden in de hemel voor jou. God wil jou in de hemel hebben. Weet je dat? Voor eeuwig. Hij wil dat je hem volgt en je leven aan hem toevertrouwt, zodat je voor altijd bij hem zal zijn. God is goed en hij doet goed. Ik weet niet wat voor plaatje, wat voor beeld je hebt bij God. Soms kom je dingen tegen die helemaal niet goed representeren wie God werkelijk is. Ik hoop dat je gelooft met mij dat hij goed is. Een hoopvolle toekomst voor je heeft. Jezus zei, ik ben niet gekomen om te veroordelen, maar om te behouden. Om te herstellen. Die relatie. God heeft jou gemaakt. Het eerste doel van je leven is dat je wandelt met hem in een liefdevolle relatie met hem. Dat je hem leert kennen. Wauw. God is goed. In de Engelse Bijbel wordt er zo vaak, ik lees de Nieuwe King James vaak, his kindness. Zijn vriendelijkheid. Dat staat helaas niet zo goed in de Nederlandse Bijbel. Wist je dat God vriendelijk is? Sommigen van ons denken, nou, God is vriendelijk. Kind. Hij is zacht, hij wil je hemelse vader zijn. Dat prachtige plaatje aan het eind van de show van Gert. Dat is precies wat God je wil laten zien. Hij wil dat je bij hem bent, in zijn veiligheid en in zijn vreugde.